oude boerderijen. In de omgeving van Overasselt is heel veel landbouw. Ergens is het dan ook wel logisch dat er veel boerderijen te vinden zijn. Sommige daarvan zijn al eeuwen oud. Dit is de Munninkhof. Het voorhuis is gebouwd begin 19e eeuw. Echter de gebinten, dat is de houten draagconstructie in een boerderij, stammen uit 1650. Op deze plaats stond in de middeleeuwen, tussen 500 en 1500 na Christus, een kloosterboerderij van de Benedictijnse monniken van Saint-Valery. In de Tweede Wereldoorlog verscholen zich in de kelder een paar jonge knapen uit Limburg die te werk werden gesteld in Duitsland. Eén van hen sloot zich aan bij de binnenlandse strijdkrachten. Ook een oude boerderij is de Valenberg. Deze kortgevelboerderij komt uit 1671. Het dak bestaat gedeeltelijk uit riet en oud-Hollandse pannen. In 1977 is het omgebouwd tot een mooi modern woonhuis. De boerderij De Poel is ooit gesticht door de Benedictijnse monniken van Saint-Valery. Zij hadden in 952 al rechten op gronden in Overasselt. Naast De Poel hoorde ook de hierboven beschreven De Munninkhof tot de priorij. De Poel deed ook dienst als opvanghuis voor daklozen en armen. Dat verklaren Jan van Zandt en Cornelis Wolters in een geschrift uit 1606. Dit stuk grond heeft dus al een lange geschiedenis. Nog een geschiedkundige plek is boerderij De Tempel. Deze dateert in zijn huidige vorm uit de 18e eeuw, met een eerste schriftelijke vermelding in 1726. Bijzonder is dat De Tempel ook een veerhuis was voor de verbinding over de Maas. Een veerhuis heeft ook een gelagkamer, dat is een ruimte waar men kon drinken en eten. Vandaar dat het voorhuis van deze boerderij opvallend langwerpig is. Vroeger kon men op deze plek bij lage waterstand de Maas oversteken. De Spaanse troepen deden dat in 1574 en versloegen in een slag op de Mokerheide de broers van Willem van Oranje. Deze locatie wordt ook in verband gebracht met de Orde van de Tempeliers. Hier woonden waarschijnlijk kruisridders. Maar genoeg gedroomd over ridders en monniken. Kom, er moet ook nog gewerkt worden!